Kijk, daar gaat je paard. ...1999, de vooravond van een nieuw tijdperk. Elke seconde telt. Een eenzame Amazone en haar dappere ros trekken ten strijd. Tegen de algehele verslonsing van het protocol. Tegen bizarre en vervreemdende modernismen. En ten faveur van de romantiek van weleer. En bedenk, er is slechts één PK nodig om vooruit te komen in het leven. Daarom, de paard! De paard! Godzijdank gaan sommige dingen nooit verloren, zoals dit eeuwenoude spel. Wellicht een geschikte entourage om romantici aan te treffen. Mannen die feilloos weten welke openingsset een heer moet doen om zijn dame te schaken. De handkus. Oh jee. Oh jee. Ja, zeg het maar. Heb je de handkus wel eens uitgedeeld aan een vrouw? Heel vroeger. Mijn vorige leven. Heb jij hem wel eens gekregen? Nog nooit. Nog nooit? Meen je dat? Het is een schande hoor. Ja, eigenlijk wel. Het is toch een teken van respect en liefde tegelijk, hè, de handkus. De rol van de vrouw is minstens zo belangrijk als de rol van de man. De vrouw steekt bevallig haar hand uit. Jij pakt die zachtjes met respect beet. Ja. Drukt teder je lippen op haar huid en verlies niet het oogcontact. O jee. En je moet niet een tas om je schouder hebben. En dan moet je dus het oogcontact houden waarin die belofte van die liefde ligt. Oh jee. Ja, zie ik wel. Dan moet je mij ook aankijken. Ja. En dan nu nog één keer voor het tegenshot. Nou, daarin lag. Zie je het effect? Goed, hè? Look, look at the effect. You see the effect? It's in the hand, hè? Do it again. Communicatie? Ha! Gebabbel per e-mail, anoniem chatten per internet, vluchtige berichten via draadloze telefoons. Correspondent opgelet. Heb je iemand echt iets wezenlijks te melden? Ga zitten, neem de tijd, orden je gedachten. En vereer die ander met een echte, gepassioneerde, met de hand geschreven brief. Zullen we een brief schrijven? Dat is goed. En aan wie? Aan mijn zoon Jesper, want die is vandaag jarig. Jesper? Ja. Schrijf ik dat gewoon zoals je het zegt? Ja, J-E-S. P-E-R. Lieve, beste, wat is dat met een zoon? Ja, lief hoor. Jongen, hartelijk gefeliciteerd met je 60e verjaardag. Zes? Ja, oh, zes. Kan hij al lezen? Hij kan al lezen. Heel duidelijk schrijven. Ja, hij moet heel duidelijk schrijven. Zou ik blokletters doen dan? Ja, kan je dat? Ja, dat kan iets beter, hè, voor 6 jaar. Ja. Dat is een moeilijk woord, gefeliciteerd voor hem. Ja, maar... Het wordt vast veel tegen hem gezegd vandaag, dus dat komt er wel uit. Wat wil papa zeggen tegen zijn zoon? Ja, moet ik even goed nadenken. Heeft het jou veranderd als vader, als man? Absoluut, ja. Nou, dat moet je dan tegen hem zeggen, dat is leuk voor later. Ja. Ja, zeg maar, jouw komst, wat heeft dat met jou gedaan, dat hij geboren is? Het heeft me heel erg gehaard. Ja. Kijk, dat is voor nu een beetje moeilijk voor hem, maar straks is hij daarbij. Ja, komst op deze wereld. Komst op deze wereld, dat vind ik mooi. Geaard bedoel je met de beide voeten op de grond gezet? Ja. Het is best moeilijk in blokletters schrijven. Ja. Op de grond gezet. Voorheen was hij een egoïstisch wezen dat alleen maar aan zichzelf dacht. Nee. Nou, een beetje. Wel, Hoe zullen we dat eens netjes formuleren? Mijn egoïsme heeft plaatsgemaakt voor altruïsme. Nou, dat is wel heel ingewikkeld, hè? Dat kan niet pas lezen als hij 20 is. Ja, dat wordt wat ingewikkeld. Ja. Ik ben een beter mens geworden. Nou, vind ik wel, ja. Volgens mij ook. Dat doen kinderen met je. Dat doen kinderen met je, ja. Wat heb je van hem geleerd? Nou, dat je zelf niet op de eerste plaats staat, maar... En een liefde te voelen die ik nog nooit eerder gevoeld had? Absoluut. Nou, je bent het allerbelangrijkste in mijn leven. God, zo'n jonge bof maar met zo'n vader als jij, die dat gewoon allemaal maar tegen hem zegt. Ja, maar dat zeg ik ook wel heel vaak tegen hem, hoor. Goed zo. Belangrijkste.
En nu ga ik snel naar huis om de slingers op te hangen en de kaartjes in de taart te zetten. Liefs, papa. Liefs en dikke knuffel natuurlijk, hè. En dikke knuffel. Nederland, o Nederland, ons imago wordt chiquer en chiquer. Windmolens en deltawerken zijn verdrongen door bordelen en dubieuze koffiehuizen. En het wordt nog aantrekkelijker voor de toerist die iets anders wil. Smart Routes. Voor al uw appertjes, downertjes en trippertjes gaat u voortaan gewoon... En blinken een smart shop. Naar de detailhandel. Hallo. Ik kom binnen, ik zeg nou, ik wil me heel happy voelen. Ja, wat heb ik wel wat voor. Nou, wat dan? Heb ik altijd iets voor. Nou, kom op. Wat dan? Ik ben zwaar depressief en ik wil me happy voelen. Gewoon een zak paddenstoelen. Een zak? Een hele zak? Nee, maar als je je happy wil voelen, kijk, dan heb ik dingetjes om je wat energie te geven. Ja. Ik heb dingetjes om je wat relaxer te laten voelen. Wat vind jij happy? Kijk, als ik uitga, dan voel ik me happy bij iets energieks. Ja. Dus een natuurlijk ecstasy die een beetje een ecstasy-achtig opgewonden gevoel geeft. Daar voel ik me dan happy bij. Maar een ander die zal zoiets hebben van, nou, geef mij die paddenstoelen maar. Dan ga ik lekker lachen, een beetje fun trappen. Ik heb bijvoorbeeld ayahuasca. Nou, dat is niet echt voor recreatief gebruik geschikt. Dat is een sterk tripmiddel. Waar is dat? Daar maak je dus echt mee een soort reis in jezelf. Dus waar wordt dat dan geteeld en hoe gaat dat dan? En hoe check je dan of het goed is? Grote champignonkijkers. Die doen dat? Die doen dat in bijvoorbeeld. Nederland. Ja, die hebben zoiets van, nou, ik krijg zoveel voor mijn champignonnetjes per kilo. En die horen ineens de prijs van die Mexicaanse psilo's per kilo. Als ze nou maar niet de goederen door elkaar gaan gooien hier, hè? Want blijft toch groente? Een blikje champignonsoep kopen, dat er even zo'n fijn paddenstoeltje tussen zit. Oké, bedankt hè. Hallo, how are you? Very well. Where are you from? White Russia. White Russia? What brings you to our beautiful country? Yeah. What? Why are you here? In this place? In Amsterdam? Yeah. Street life? The street life? Yeah. So what brings you to Holland? We come from Dance Valley. Dance Valley? Dance Valley. It's a big house, party. Yeah. So how many pills are you going to take? One, two, three? None of those. Be careful. Yeah. Hmm? No pills. No. So what's your drugs then? Lots of smoke, maybe a little bit of booze and maybe some mushrooms. Vindt u er nou van dat er gewoon overal maar drugs te koop is in Amsterdam? Nou, wat ik daarvan vind, ja, het is een grote stad, hè, en we komen in het jaar 2000 of, ja. Ja, moeten we daar nou mee doorgaan? Nee, moeten we daar mee doorgaan? Ik geloof niet dat dat helpt als u zegt van, moeten we daar mee doorgaan, mevrouw? Nee. Ik geloof dat dat een heel kleine druppel is op een gloeiende plaat wat u daar zegt. Ja, dat zijn wijze woorden. Ja, ik kan er ook verder niks van zeggen, maar ik heb zelf een zoon die eraan is, dus... En ik tolereer het al 10 jaar is die aan de softdrugs. Ja, maar heeft u ooit iets over softdrugs gezegd? Ja, ik heb boekjes, alles heb ik gehaald. Eén oor in, ander oor uit? Eén oor, andere oor uit, maar hij wordt er ontiegelijk agressief van, hè. Oh ja? Ja. En ze zeggen allemaal dat softdrugs, dat je daar zo rustig nou, van wordt. Nou, neem me niet kwalijk. Als hij het niet heeft, dan is het wel maar mag ik een tientje. Zo niet, nou, dan moet je horen wat voor scheldwoord of ik krijg. Ja, een beetje over de smart shops. Ja. Wij maken ons wat ongerust over het imago van Nederland. Iedereen roept, nou, het is allemaal zo onschuldig. En het zijn maar wat kruiden bij elkaar, wat paddenstoeltjes en wat cactuszaadjes. Maar is dat nou allemaal wel zo onschuldig? Nou ja, voor 90% wel. Maar er zijn inderdaad wel bepaalde producten die je echt drugs kunt noemen. Die echt een werking hebben op je geest. Ja. En daartoe behoren inderdaad de paddenstoelen, de cactussen... En ook wel de Ephedra-houdende producten. En Ephedra, dat is een licht stimulerend middel. Maar dat zullen dan toch ook wel de middelen zijn die het meest verkocht worden, denk ik? Ja, ik geloof wel dat van de producten die in de smart shop verkocht worden, zijn paddenstoelen. En inderdaad, die Ephedra en Guarana, dat is een soort cafeïne-houdende producten. Dat zijn de meest populaire producten. En mensen die een beetje in de war zijn... voor die groep mensen zijn paddenstoelen echt heel risicovol. Want je gaat wel... je gaat wel dingen anders zien als een,
als ze in werkelijkheid zijn. Maar neem nou bijvoorbeeld een puber. Die is eigenlijk volslagen in de war. Tenminste, ik weet mijn pubertijd, ik was in de war. Ja. Het lijkt mij niet goed als dat gewoon maar paddenstoelen kan gaan kopen in de Leidse straat. Nee, je moet eigenlijk toch wel een beetje stabiel zijn. Je moet je ook heel goed voorbereiden. Je moet het niet zomaar doen. Ja, ze mikken natuurlijk in Amsterdam vooral ook op de toeristenmarkt. Ja. En bij paddenstoelen, ja, het risico is natuurlijk dat je gewoon een heel vervelende avond krijgt. Hè? Ja. Het kan verkeerd vallen. Je kan ook te veel nemen, denk ik. Je kunt er te veel van nemen. En ja, dan kun je wel eens heel angstig worden. En heel gewoon echt een nare avond hebben. Paardje. Een van de eerste smart shops is gelegen in de Amsterdamse Warmoestraat. Hier worden kruidenmengsels en natuurproducten verkocht die de innemer ervan in elke gewenste gemoedstoestand kunnen brengen. Hoog, laag, onderste, boven en binnenste, buiten. Het maakt niet uit, de kassa rinkelt vrolijk. Ja, hier staan allerlei cactussen. Ze hebben één ding gemeen. En dat is dat ze mescaline bevatten. Allemaal? Ja, die staan wel. Ik ga even snel zien. Ja. Dus als je zeg maar in de woestijn de weg kwijtraakt, ja, dan kun je ook nog op twee manieren de weg kwijt. Ja, of je weer terugvinden. Ja, het is een opvatting. Maar wat vind jij van die wildgroei? Hè? Want ze schieten nu echt als paddenstoeltjes uit de Ja, dat doen ze heel lang. Kijk, die wildgroei, daar kan ik het ook niet helemaal mee eens zijn. Omdat inderdaad allerlei mensen dingen gaan verkopen waar ze heel weinig vanaf weten. Ja. En dus ook geen eerlijk advies over uit kunnen brengen. Nee. En dat is denk ik bedenkelijk. Dat is gevaarlijk. Ja. Ja, dat is Want wat kan daar het gevaar van zijn? Even... Ja. Telejakachtige... Kijk, het is, ik herken heel makkelijk het gevaar erachter. Aan de andere kant, hoeveel gevaarlijke dingen zijn er niet gewoon in het alledaagse in omloop? Pak je maar zo'n pakje sigaretten, wat staat erop? Ja, kan kanker veroorzaken. Ja, nee, het is zelfs sterker, veroorzaakt kanker. Ja. Maar zet jij ook op je paddenstoel verpakking dan, pas op, want je kan hier een bad trip en blijvend hersenletsel van krijgen? Nee, maar dat vertellen we de mensen wel. Jullie zijn ook gewoon helemaal... Een hele legitieme indruk maakt deze winkel. Kan je ook Air Miles sparen? Nou, we hadden ooit Mind Miles, maar dan kregen we... Mind Miles? Mind Miles, ja. Oh, dat blinken. Mind Miles. Welkom terug, waarde kijker. We zijn reuze benieuwd wat de sterke arm vindt van het verschijnsel Smart Shop. Hallo. Hallo. Lendo, hé. Ja. Dit is Blinker. Ja. Hey. Is dat een politiepaard? Nou, ja, dat zou je zeggen, ja. Maar nee, het is geen politiepaard. Nou, wij hebben ook zo'n schimmel. Ja, die, Valentijn. Ja, die speciaal gebruikt wordt voor met Sint-Nicolaas. Ja. Maar Blinker is tegen de tijd dat het Sinterklaas is zo beroemd dat iedereen roept, hé, hey, dat is Blinker. Ja, waar ik een beetje om... u benaderd hebt, ja, is het Smart Shop drugs gedoe. Ik denk dat Amsterdammers er langzaam aan gewend zijn. Ja, precies. Is de tolerantie hier een beetje aan het omslaan en onverschilligheid? Weet ik niet. Kijk, aan de ene kant, misschien ten aanzien van de Smart Shops en zo, daar kijkt men niet zo naar. Als je in zijn algemeenheid kijkt, vragen de Amsterdammers van ons wel dat we de touwtjes aantrekken. Ja. En dat we ook wat meer gaan letten op de kleine dingen, omdat de ellende van ja, tolerantie en de ellende van vrijheid is, dat vrijheid voor de een altijd onvrijheid voor de ander betekent. Ja. Maar als je naar de smart shops kijkt, dan vinden wij ook wel dat het toch wel een zorgelijke ontwikkeling is. Ja. We hebben eerst de zogenaamde headshops gehad, die je nog wel hebt, waar je dan alle spullen kunt kopen om weer verdovende middelen. Attributen. Ja. En dan heb je nu de smart shops. Nou, wat wij in elk geval in de achterliggende periode heel duidelijk hebben gemerkt, is dat er toch wat buitenlanders behoorlijk wat last van hebben gehad. Ja. Die hebben wat paddo's gekocht, zoals ze dat zo mooi noemen. Oh, en er zijn en dan zie je ook dat er een aantal toch ja, een hele rare trip van hebben gekregen. We hebben zelfs eentje gehad die dwars door een raam heen wilde gaan. Want? Nou, kon vliegen. Ja, omdat hij dacht dat hij kon vliegen. Dus zie je toch dat het absoluut niet ongevaarlijk is. Nee. In die smart shop zeggen ze wel, ja, wij geven goede voorlichting. Dat zullen ze ook wel doen. Ze geven vaak een foldertje mee. Ja. Aan de andere kant zeg ik op mijn beurt, ja, natuurlijk geven ze die voorlichting wel. Ze moeten wel. Ja. Maar als er nog meer ellende gebeurt, dan sluiten we die dingen. Alleen, het blijft natuurlijk altijd toch... commercie, hoe je het ook bent of keert. Want je zet niet zo'n zaak zet je op omdat je dat uit liefdadigheid doet of omdat je mensen wil waarschuwen. Je zet het ook uit commercie. Ja. Vinden wij toch wel dat je langzamerhand toch een keer een halt moet toeroepen. Er zijn straten bij waar een paar van die smart shops zitten. Ja, een hoop. En kijk als nu, paddenstoelen vliegen ze uit de grond. Kijk maar in de Leidse straat op dit moment. Ja, daar viel is mij ook een, op. Daar is er ook al één op de hoek.
Hoi, hoe blinken. Ja. Kijk, blinken, dit is de Leidsestraat. Hele chique straat van Amsterdam. En wat hebben we hier? Gewoon op een A-positie. Een smart shop. Kijk, blinken, dit is een buisje. Dat kun je ook een image schrijven hier. En een mesje. En dat is ook verkoop. Kom in, you smoke a lot, hashies. Hashies. Yes, you smoke, you too? Yes, kijk, waarom zijn ze nou hier, jongens? Oké, okay. Enjoy your stay. Je heeft vast wel eens een handkus uitgedeeld aan een vrouw. Ja. Maar dat mag toch? Ja, nee, dat willen we juist weer in ere herstellen, want ja. Hij verdwijnt, de handkus. Ja. Wat vindt u daar nou van? Nou, ik vind het heel elegant. Het heeft wel iets bijzonders, moet ik eerlijk zeggen. En van, als ik uw leeftijd een beetje mag schatten, dan heeft u ook verstand van de handkus. Dan weet u ook hoe u hem moet toedienen. En het oogcontact is zo belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja, daar gaan we, hè? Doe maar. Kijk nou. Je steekt je hand uit alsof je man bent. Dan moet hij hem omdraaien. Eigenlijk mag je ook geen rugzak om hebben. En je mag ook geen kind in je armen hebben. Nee, die blik ook, zo'n zwoele blik. En dan oogcontact, oogcontact, oogcontact. Kijk, kijk, terug, kijk. Ja. Zie je het effect? Goed nieuws, waarde kijkers. Nederland vergrijst. En dat betekent dat ons landje verstandiger wordt. Ophouden met zeuren over toenemende sociale druk, druk, druk. Elke grijze haar is een wijze gedachte. Dus luisteren zult u naar de veteranen van onze maatschappij. En wie weet, steekt u er nog wat van op? Als u nou kijkt, u heeft dus 92 jaar loopt u al rond op deze planeet. Hè? Wat is nou iets wat we mee moeten nemen naar de volgende eeuw? Nou, ik vind het voornaamste dat ze de natuur hoog houden, zou je kunnen zeggen. Want dan draait uiteindelijk alles om. En niet de economie de voorrang geven. Dat vind ik. Er is geen warmte veel al meer. Er is nergens tijd voor. Hè? Maar iedereen heeft haast. Iedereen heeft haast, iedereen heeft een baan. Dus gewoon geen tijd voor elkaar. En dat had je dus vroeger wel. Vooral in de gezinnen. En dat vind ik dat in de gezinnen moesten ze eigenlijk mee beginnen. Wat moeten we meenemen? En wat moeten we achterlaten? Wat we mee moeten nemen, onze geweldige, prachtige cultuur van vroeger. Creativiteit die er geweest is. Zin voor onderzoek. Dat moeten ze eigenlijk allemaal doen. Alle mensen zouden dat moeten doen. Want daar word je gezond van. En geïnteresseerd blijven betekent goed oud worden meestal. Mm-hmm. Zodra je interesse verliest, dan takel je af, geestelijk en dus ook lichamelijk. En zijn er dingen waar u heimwee naar heeft van vroeger? De rust. Het is zo druk en zo vol en vooral zo lawaaiig. Ik vind deze tijd angstig, want dan heb ik die wagen en ik rij ontzettend graag zo door de bossen heen. Maar ik zal u vertellen, ik heb hem pas een half jaar, maar ik durf niet door de bossen. Nee? Absoluut niet. Want ik ben bang dat ze me een klap geven, dat ze me neerzetten. Nou, dan kom ik, je komt wel thuis, want er zijn altijd wel mensen. Dat ze je wagen weghalen, nee, dat is jammer. Vindt u de wereld gewelddadiger? Ja, absoluut. Ja? Wat zou u de mensen willen adviseren voor de toekomst? Want men zegt, wijsheid komt met de jaren. Dus tevredenheid. Ja. En een klein beetje wat minder. Hoe ik zo oud geworden ben? Nee, hoe vindt u het om oud te worden? Oh, nou, in zeker opzicht vind ik het boeiend. Tuurlijk wel. Om zoveel mee te maken. Dat 5 koninginnen, dat is heel wat. Zo, ja. Ja, met Emma beginnen. Ja, dat vind ik wel boeiend. Alles meemaken en van de kinderen en zo. Ja, vind ik wel boeiend. Maar ja, die stiekeme afbraak van binnen, dat is niet zo leuk natuurlijk. Nee. Je moet een heleboel aanvaarden eigenlijk, wat je niet zo prettig vindt. Maar u bent niet bang om dood te gaan? Nee, totaal niet. Waar je hooguit bang voor kan zijn, dat is dat je voor je dood een gewoon afschuwelijke tijd met veel pijn en ongemak zou kunnen krijgen. Maar voor dood zelf ben ik niet bang, nee.
En je ziet in de natuur om je heen ook als planten doodgaan, bomen doodgaan. Daar komt allemaal weer nieuw leven uit voort. En dat zal bij ons ook op de een of andere manier wel gebeuren. Nou, ik ben niet bang voor de dood. Ik heb sterk het geloof dat er is iets. Hoeveel kan ik me niet voorstellen, maar er is iets waar je naartoe gaat en het goed zal zijn. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ben niet bang. Bent u bang om voor straks om dood te gaan? Nee hoor. Nee? Absoluut niet. Ik heb altijd gezegd, ik heb een woelig leven gehad, storm. Als u zo lieve heer me dat aanrekent, nou ja, dan moet u het me doen. Maar ik geloof dat het in het herkeldersje ook gezellig is. Maar u bent... Pardon? In het herk, als je in de hel komt. Want dan kan je een lekker cafeetje in. Dat heb ik nooit gemacht. Wij en Hans. Ja, wij en Hans. Nou, dat is goed. Leg je gevoel erin. Bent u een romantische man? Ja, qua schaakspel. En qua dames? Die zitten ook in het schaakspel, dames. Ja, weet ik ja. Daar ga ik heel zorgvuldig mee om. Heeft u vroeger, want vroeger was de handkus dan nog wel in gebruik. Ja. Heeft u hem wel eens uitgedeeld? Jazeker. U weet hoe het moet? Op de palm heet het gewoon. Ja? Ja. Ja. Zou u het bij mij willen doen of ben ik niet eerbiedig genoeg? Ik doe mijn handschoen uit. Ja, ik denk, moet aanblijven. Oh, die moet aanblijven? Ja. Oh. Ik heb hem dan al. Daar, gevallen engelen, beschadigde zielen, vrijwillig of gedwongen afgesprongen van de immer sneller voortrazende sneltrein des levens. Hun wonden likkend bezien deze vagabonden vanaf gepaste afstand het ronddraaien van de maatschappelijke carousel. Vandaag is het laatste woord aan een van hen. Leuk. Hij scheet, is een ongelooflijk lief beest is het. Ja, hè? Mooi beest, mooie houding, mooie bouw. Ja, heel lief. Waarom heb je al die speentjes? Op de tijd waren ik zo heel erg boos om stomzinnige dingen waar mensen gewoon een keer kritiek op leven, op alles en nog wat, weet je wel. Mm-hmm. En ik dit, dan ga ik gewoon reflecteren naar die handen toe van, hoe heet dat? Wat zijn het een hoopje? Hè? Wat zijn het toch? 32 in totaal. 32 speentjes. Ja, nou, ik was even zo leuk. Leuke vorm is het, hè? Het is wat? Dat is leuke vorm, sensueel. Oh, je vindt het sensueel? Ja, ook. Heb jij een advies voor mensen, voor de toekomst, voor de wereld? Je hebt nu eventjes airtime, je mag het zeggen. Nou, gewoon, in eerste instantie is het gewoon zo, goedkoop en zuurkoop. Dat zijn nou opmerkingen, dat wil ik wel even zeggen. En in tweede instantie is het gewoon zo ook van, haast gevoeld, hetzelfde goed, niet relaxed zijn. Want het is altijd zo, je moet altijd op een gegeven moment de tijd nemen voor de dingen, want... Het kan wel eens een keer gebeuren dat je dan op een gegeven moment toch een vergissing hebt gemaakt. Ik bedoel, ik ga je alweer opnieuw niet meer, weet je. Waarom denk jij dat wij bestaan? Kennis overdragen, hè? Kennis overdragen. Kennis overdragen. Ja. En weten hoe ik dingen aan ga. Ik heb op een gegeven moment slaap, de laatste paar weken slaap ik al slaap. En gewoon op een gegeven moment dat je dicht bij je dier bent. Dan denk je ook op een gegeven moment dat je goed het verschil kan onderscheiden tussen goed en kwaad, wat goed en verkeerd is. En wat maak je dan mee in de waterkant? Rippartijen, hoe heet dat? Normaal heel veel luidruchtige mensen die langskomen, die dus zeg maar te veel gezopen hebben. En, ik heb een eentje daar, die is met een zijn bek is afgeschoten. En dat is gewoon een vrouwtje staan, maar die komt ook naar me toe. Ik ben niet bang, hè? Okay. Nou ja, je kijkt een beetje benauwd nu. Nou, man. Nou, goed, hè? Dit was het voor vandaag. Trouwe viervoeter en je passagier. Vaya con Dios.